Dit jaar bestaat het Lichtstad Revue Theater Eindhoven 25 jaar. Voor het 90 man tellende theatergezelschap reden om dit keer eens flink uit te pakken in hun nieuwe show, Miracle City. Het Lichtstad Revue Theater Eindhoven kwam in 1986 voor het eerst met een avondvullend programma. Sindsdien staat het grootst reizende theatergezelschap van Nederland iedere twee jaar met een nieuwe voorstelling op de planken. En dit keer is dat dus Miracle City. We starten op een kermisterrein en daar staat een verlaten tentje en daar blijkt de schrijver Koldoni in te zitten. En Koldoni is vervloekt. Hij moet proberen om de Commedia dell'arte figuren weer terug te krijgen in Venetië. Echte hoofdrol. Voel ik me eigenlijk niet, maar het zijn zeven personen die zeg maar de hoofdrol spelen en ik verbind ze aan elkaar. Natuurlijk gaat het in Musical City om het verhaal, maar ook muziek speelt een belangrijke rol. Zo worden er in totaal 33 nummers gezongen, waarvan sommige redelijk bekend in de oren kunnen klinken. Het is wel op een basis van revue gemaakt natuurlijk, maar er zit meer verhaal in, dus het publiek moet echt goed luisteren en goed kijken wat er eigenlijk gebeurt, want anders zijn ze de rode draad kwijt, zeg maar. Daar bent u weer voor dan? En daar ben ik weer voor om dat weer goed aan elkaar te knopen, zeg maar. We spelen meer totaaltheater dan dat het echt revue is, maar het is heel groots opgezet. En dat vergt de nodige voorbereiding. Vandaar dat ruim een jaar voor de aanvang van de nieuwe show al wordt gestart met repetities. Dan lijkt het ver weg, maar zo vlak voor de première begint men tijdens het oefenen toch wel de kriebels te krijgen. Stop. Moet wel hard dat ik hoor gewoon vast zongen. Het is dan ook de eerste keer dat de cast van Musical City in het officiële decor staat met kostuum aan. Hoe voelt dat? Erg nerveus. Zeer zeker voor de eerste keer. Iedereen staat gewoon te wachten wat ze moeten doen. Tja, het valt ook niet mee wanneer je beseft dat de regisseur van het Lichtstad Revue Theater onlangs geheel onverwacht overleed. Dat heeft dan ook niemand in het gezelschap onberoerd gelaten. Het heeft een hele grote impact. Helaas hebben wij het vier jaar geleden ook al mee moeten maken dat onze artistiek leider plots overleed in de week voor de première. Dus we kennen de klappen van de zweep een beetje. En ik denk dat iedereen zich nou voor 180% gaat inzetten om er inderdaad een enorm mooi iets van te gaan maken. Omdat we allemaal de drive hebben om het gewoon af te maken voor Peter. Liduïne heeft daarin een belangrijke taak. Zij is eigenlijk de spil in deze productie. En dat valt met zo'n groot aantal revueacteurs en zangers niet altijd mee. Dat is niet altijd even makkelijk, nee. Je hebt er wel eens slapeloze nachten van, moet ik zeggen. Maar uiteindelijk moet alles op zijn pootjes terechtkomen. Want 10 februari is de première daar. En dan is het dus showtime. Heeft u er wel zin in? Ja, absoluut. Ja. En dit is gewoon hoog nodig, want we moeten volgende maand, we hebben nog maar één maand. En dan moet het er staan. Alles moet bij elkaar komen. Het plaatje moet vanavond compleet worden. Dus iedereen zoekt zijn weg. Ja, en of iedereen zijn weg gevonden heeft, kunt u straks zelf bewonderen. Meer informatie over deze jubileumvoorstelling vindt u op www.lichtstadrevuetheater.nl. Ja!